Het is nog heel vroeg en stil in Nederland. Maar bij de Zoutberg van ACV is alles al volop in beweging. De wegen moeten begaanbaar gemaakt worden. De eerste sneeuw van dit jaar is gevallen. Ondertussen wordt Nederland langzaam wakker en hoort in de verte een bekend geluid. Wij Nederlanders zijn heel erg goed bezig met het scheiden van afval. Naast GFT-afval en papier is ook de Plastic Hero inmiddels al helemaal ingeburgerd. Er rijden auto's rond op groen gas die nota bene gewonnen is uit ons eigen GFT-afval. ACV zorgt ervoor dat de 187 kilo die wij gemiddeld per persoon per jaar weggooien, op de juiste manier wordt opgehaald en verwerkt. Het doel voor 2020 is om 75% van het huishoudelijk afval volledig te recyclen en te gebruiken als nieuwe grondstof. Die 75% halen we nog niet. Dus nog beter afval scheiden is zinvol. Een paar maanden verder. De natuur wordt wakker en de temperaturen hoger. Het is lente. Vol nieuwe energie gaan we aan de slag. Oude spullen eruit, naar de Restore-kringloop. We gaan flink snoeien of ruimen op naar een grote verbouwing. Ook op bedrijventerreinen gebeurt er van alles. Containers in allerlei soorten en maten worden gehaald en gebracht. Wij zijn niet de enigen die zin hebben om aan de slag te gaan. Ook wespen, mieren en muizen komen weer tevoorschijn. Ze zijn belangrijk voor de natuur, maar ze kunnen ook overlast veroorzaken. Gelukkig weten de mannen van ACV wel raad met ongewenst bezoek. Het jaar vliegt voorbij. De dagen worden korter, kouder en guurder. Het aftellen naar het nieuwe jaar is begonnen. Terwijl de mensen de dagen erna weer langzaam op gang komen, verdwijnen de sporen van oud en nieuw zonder dat we er erg in hebben. Zodat we weer veilig de straat op kunnen. Voor ons zo gewoon, maar eigenlijk best bijzonder. ACV. Het hele jaar vanzelfsprekend in de buurt.